Deekman. Tsarevic gaat hij meteen uithalen. Mario Tsarevic. We spelen anderhalve minuut. De eerste doelpoging van Lokeren. Deekman. Geen overtreding. Sokota proberen aan te spelen. Tsarevic. Kan die uithalen? Tsarevic! En Lokeren op 2-1. Deekman kreeg die bal bij Sokota. En dan wat ruimte voor het schot voor Tsarevic. En Jorgasevic die stond toch niet echt goed opgesteld, vinden we. De bal wijkt nog even af ook, maar in de verste hoek. En zo dus Lokeren op 2-1. Meteen naar de strafschop, een vrije trap voor Lokeren met Tsarevic achter de bal. En verdwijnt hij in doel? Nee, in de handen van Jorgasevic.